Simon Kuipers is dit seizoen niet alleen nieuw in de TVM-ploeg, maar is ook de belangrijkste man op de sprintafstanden. Hij is optimistisch voor dit weekend. Ik heb vandaag voor het eerst een lange tijd weer een 100 metertje gedaan. Een snelle 100 meter uit de start. En ging helemaal goed. De voorbereiding verliep niet helemaal vlekkeloos. Wat was er aan de hand? Klopt, ik heb in Erfurt een klein blessuretje opgelopen, waardoor ik niet kon starten, eigenlijk drie weken lang. En ik ben vanmorgen van het ijs gestapt met een heel erg positief gevoel, want ik had helemaal geen pijn meer, helemaal geen last. En snel 100 meter kunnen rijden. Wat was er precies aan de hand? Ik maakte een missertje bij de start in de wedstrijd. En er kwam een beetje te veel druk op de binnenkant van mijn benen terecht. En een beetje een spiertje verrekt. Dat is een zonde. Je hebt maar één 500 meter gereden dit seizoen? Ja, klopt. Ik heb eigenlijk maar één wedstrijd gereden dit seizoen. Ik heb één 500 gereden. Geen 1000, geen 1500. Het is een iets andere voorbereiding dan ik gewend ben. Maar ik zie het weekend wel met veel vertrouwen tegemoet. Op welke plek moet je minimaal eindigen voor plaatsing World Cups? Nou, in principe zijn er vijf plekken, maar er zijn al een paar aanwijzingen of jongens die zeg maar een beschermde status hebben. Dus die mogen bij de top 8 rijden. Maar in principe moet ik gewoon hard schaatsen en voor meedoen en dan zien wat het waard is. Ik ben benieuwd morgen. Ik heb er zin in.